Moet ik tegen Jesse zeggen. Ja, je vader is doodgegaan op zoek naar een springvorm om een taart voor jou te bakken. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. Hi René. Hi Sergio. En we hebben weer nieuwe kleding van Hibobi. Hibobi. Het was weer tijd voor wat extra kleren. En ik was vorige keer zo tevreden. En ook dat het zo netjes werd aangekondigd wanneer het tijd is dat het werd verwacht via FedEx en zo. Dus nou, daar gaan we weer. Wel weer een hele doos vol, hè? Normaal heb je daar misschien 4 kledingstukken voor. Nou, wat ik zo zonde vind is dat hij er zo snel uitgroeit. Jesse! Wat is dit? Speertje! En we blijven in de beren thema. Ze hebben gewoon heel veel beren. Dat is ook zo. En lekker zacht. En inderdaad, van 2 tot 3 jaar. Ze zijn lekker zacht. Wat hebben we hier? Wat hebben we hier? Zomerkleding. Voor de lente van volgend weekend. Oh nee, dit weekend. Het is al vrijdag. Ja. Voor je broek. Leuk. Leuk, hè? Zat of. Of. Oh ja. Heel gaaf. Ja, dit zou ik nooit. Dit zou ik wel weer gewoon. Ik denk van, dat is ook voor mij gewoon heel erg. Cool, hè? Goeie smaak heb ik, hè? Of je hebt echt goede smaak. Wordt ook alleen maar beter. Oh ja. Kijk. Een leren jas. Super stoer. Genagenezing. Ligt eraan wat je hem eronder aan doet. Dan klopt zijn matje ook wel in zijn nek. Dat precies. Ja, het wordt echt wel weer tijd dat de kappers open gaan. Zo, dit is wel even heel gewoon dan, tussen de rest. Ja, wat is een pyjama? Wel lekker. Ja. Ook lekker zacht. Kijk mijn moeder. It's a leather pants. Vinden wij leuk. Ja, die kan echt wel stoer zijn. Gewoon met boots eronder. En ik vind dan het een hele aparte regenpak, vind ik het. Kijk, zoals deze eronder. Ik hoop dat ze passen. Dat zou ik maar eens gelijk. 25 heb ik gekozen. Zo, een soort Dr. Martens zit. Ja, toch? Ja. Super cool. Nou, en de mini lepel voor in de schoen. Komt eraan. Die is verstuurd. Nog een jas. Mooi. Klein heertje is het ook gewoon. Oh, deze vind ik ook helemaal te gek. Te wauwie. Te wauwie. Oh ja, gaaf. Heel mooi kleurtje. Nou, dan hebben we hier een twinning met papa. Hoppa. Oeh, die is echt zacht. Die wil jij ook wel, denk ik. Laat zien. Hoe voel je? Het is een beetje zoals dat roze wat ik heb. Nou, die eronder. Oh, ja. Ja. Deze vond ik heel bijzonder ook. Oh ja. Kijk, hij is weer helemaal een zijkant. Is cool, hè? Mm-hmm. Net even wat anders. Net even wat anders. Net even anders. Gewoon even niet gewoon zoals gewoon. Maar net wat anders. Alleen die bovenste, hè? Gewoon basic. Gewoon een zwarte longsleeve. Er staat boven Happy Boy. Happy Boy. Dat is die meestal wel. Ja. En last but not least. Oh, zijn we er al? Nee. Ja, voor de rest stond het er ook nog op. Dus ja. Leuk. Het enige is dat die geur altijd. Ja, stinkt deze ook weer? Ja, alsof het in een zwembad gelegen heeft. Oh ja, foe. Wauw. Nou, dit is meer van de opslag. Zo geur. Ja, hè? Ach ja. Bam. Moet je mee verpassen. Maar, kleding, toppie. Super vet. Goedemorgen. Vandaag is de echte dag dat we afscheid gaan nemen van ons huis. En vanwege corona doen we dat niet bij de notaris. Ik heb dus al een volmacht gegeven dat de notaris mag tekenen voor mij. Maar ja, we moeten nog wel even de officiële overdracht doen. Om te zien of we het huis natuurlijk hebben achtergelaten zoals afgesproken. Dus ja, het laatste momentje in het huis vandaag, Poepie. Ja. En dan moeten we ook nog de motor mee naar huis zien te krijgen die nog onderstaat. Maar voordat we dat gaan doen,
gaan we eerst nog even wat bakspullen kopen. Want Jessie Silver is bijna 2. En we dachten, gaan we dat nu doen? Het is een beetje een kort dag en zo. Maar laten we het gewoon zelf proberen. Want hij wil graag, of hij houdt graag van Boomba. Ik wil zeggen, hij wil graag een Boomba taart, alsof hij dat weet. Hij houdt van Boomba, dus we dachten, weet je wat, we gaan gewoon proberen zelf een Boomba taart te maken. Met figuurtjes en zo. Dus ja, we gaan ons best doen. Gisteren hebben we zijn cadeau in elkaar gezet. Maar die laten we pas zien als hij hem zelf gaat uitpakken. Ik kan niet verder met dingen denken. Laatste keer. Heel goed, schatje. Jij wilde er bijna op rijden, hè? Nee. Oh. Ja, we mogen niet meer op het dek, want dan komen we er niet meer af, aangezien we de klikker ook weg moeten doen. Ja. Dus we gaan... Als gast parkeren. Als gast parkeren, ja. Beetje vreemd, hè? Beetje gek. Beetje gekkig, dit. Hier staan we begonnen, schat. Ja. Ik stond hier toen. Stond jij hier toen? De witte bus. Kon die, die bank afgeven. Ja. En toen was ik een beetje verkouden en toen zei hij, ik ga niet zoenen hoor. Dat was gewoon een smoes om niet te zoenen, poepie. Laatste keer aan onze brievenbus kijken. Oh, blauwe brieven, daar houden we van. Daar houden we niet van, hè? Vier was het, Renske. Zo, leeg hier. Dat hebben de mannen nog even gedaan. En zoals jullie hebben gezien in de vorige vlog, onze oude slaapkamer. De badkamer. Hoi. Hoi. Hey. Dus deze even aanpakken. We zoeken de versiering voor Jessie's kamer en Sergio dacht dat hij hem ergens dichtbij had opgeborgen. Is dat hem? Yay, versiering verjaardag. Weet je wat nou echt heel handig is, hè? Opschrijven wat overal in zit. Dat was heel handig geweest, ja. Misschien had je dat moeten doen. Ja, doei. Ik had het allemaal gedaan en jij ging zo enthousiast door. Commentaar geven op mij? Van heel luisterleeg heb gehaald. Nou, waar is de springvorm? Ja, dat is wel even een dingetje. We hebben al twee dingen. We hebben de inpakpapier en we hebben de versiering. Ik weet echt niet welke doos. Nee, hij kan niet heel ver weg staan. Maar dat zijn klerenhangers. Nou, we gaan even verder zoeken. Ik denk een van deze. Moet ik tegen Jessie zeggen? Ja, je vader is dood gegaan op zoek naar een springvorm om een taart voor jou te bakken. Ja, nou, nee, lekker. Als je hier naar beneden tieft en alles van... Waarom kan ik niet gewoon mijn been breken of zo? Ik ben niet gelijk dood. Vind ik zo jammer, dit. Dit wordt onze grond, jongens. Nou, een stukje verder, denk ik.
zijn druk bezig. Ja, bacon en cake. Zo. Naar binnen, we hebben van alles gedaan. We hebben cake beslag gemaakt. We hebben allemaal taart en dit varktaart en lekkere taart en boemertaart. Dus dus we zijn bezig. Ja. Helemaal zelf, is niks van dat Utke. We gaan, maar zelfs dat kunnen we verknallen, dus we gaan gewoon ons best doen om voor onze zoon een Boomba taart te creëren. Boomba! 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 Kijk! Mooi beslag. Hij is super mooi glad. Heel homogeen hoorde ik net. Ik vind het nou al een leuk woord, homogeen. En daar gaat hij er in. 170 graden. Beetje donker. Start. Dan zet ik hem op 35 minuten. Oh, dat gaat echt veel sneller dan ik dacht. Niet te hard schat, want dan klop je de lucht eruit. Oh, rustig. Kan ik dat gewoon met hetzelfde lepel op? Nope. Nee? Waarom niet? Ik heb toch niet aangelegd? Nee, maar de slagroom is toch veel langer, minder houdbaar dan de Milka. En dan kun je dus die pot weggooien voor een week. De pot gewoon opgaat. Ja, hier is de chocola aan het smelten en de pie. De pie ziet er heel goed uit. Die is bijna klaar. Hij gaat lekker, hè, schat? Yep. Even proeven. Voel je al dat dit iets is wat we vaker gaan doen? Ja, ik vind het wel leuk. Het zou wel fijn zijn als we ook iets vinden wat echt super lekker is, maar ook wel redelijk gezond. Ja, dat het niet al te slecht is, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Ja, die kwarktaart is al minder slecht dan wat we nu aan het maken zijn natuurlijk. True, true. Nou mag ik weer niet met dezelfde lepel erin natuurlijk, met de achterkant. Oh ja, dat is wel heel lekker. Lekker hè? Het zijn wel lepels hè? Hij mag nog wel, ja. De Milka mag er wel echt uitspringen. Pas, ja. Oké. Doe maar. Ja joh, doe die hele pot erin. Kan jou het schelen. Bent u er klaar voor? Hij is klaar. Niet meteen opeten. Weet ik niet, ik kan niet beloven. Oeh. Looking good, looking good. Maar heb je hier nu voor alles gebruikt? Dus we moeten hier de hele taart van maken. Wil je? Ja. Ja, dan kan er niet nog een laag. Nee. Maken meer. Maar ja, je moet hem dus snijden. Ja. Maar hij komt ook aan, normaal was die ietsje dikker, hè? Omdat we hebben 2 centimeter. De springvorm is wat groter. Ja. Maar goed, maakt er niet uit, komt op hetzelfde neer. Je moet even met de prikker erin, toch? Ja, dat hoef ik niet. Nou, ja, dat staat er wel op inderdaad, maar hij is al een beetje donker, dus ga er maar vanuit, die is gewoon goed. Nou ja, of je er nou een prikker in doet of niet, je moet hem toch gaan snijden zo. Nu, even wachten. Ja, maar we moeten eerst afkoelen. Ja. Oké. Okay. Ik heb geen prikkers. Dus, Ja, onderin. Oh ja, dat wist ik al. Is mooi, hè? Helemaal droog. Helemaal droog. Is echt helemaal droog. Toppie. Hopelijk niet te droog. Dat is ook niet goed. We zijn inmiddels druk bezig met Boomba. En ik moet toch eerlijk zeggen dat die goed gelukt is. Huh? Wij zijn niet ontevreden. Nee, we zijn nu dus bezig met zijn haar. En dat is wel echt... Super zeester. Zeester. Dat is ook veel te groot, hoor, schat. Jij bent te groot. Nou, niet zo lelijk doen. Even een update van onze
is de taart proces. Teentje in opbouw. Ik ben niks om voor te schamen, denk ik hoor. Nou, als allereerste taart niet, nee. Nou, kijk, dat ziet er beter uit. Wat wordt dat dan? Het wordt de drapering van de tent. Dus die komt helemaal rondom bovenop en dan dit nog als randje. Deze. Ja. Dan zijn we volgens mij klaar. Ja. Klopt. Nou, we zijn kapot. Maar hij is af. Hij is helemaal af. En hij is... Lekker schuin. Nog mooier dan ik had verwacht. Dat sowieso. Hij is mooier dan we hadden verwacht. Dat voor onze allereerste taart. Ever. Ja. Met gewoon dubbele vullingen en gewoon poppetjes en marsepein en fondant en alles op en eraan. Ik vind het gewoon een masterpiece. Ik denk dat ik volgend jaar gewoon met Heel Holland Bakt ga meedoen. Tuurlijk. Mooie bal. Hallo. Hallo. Het is de dag voor dat we Jessie's verjaardag een beetje gaan vieren. Morgen komt mijn moeder. En dat was het, want ja, dat kan niet anders. En we hebben dus vandaag de hele tuin met de hoge drukspuit gedaan. En René is nog eventjes de meubeltjes aan het afdoen. Jesse die geniet alvast van zijn vrijheid. Hey Jesse! Freedom! Freedom! En zijn auto staat lekker naar boven. Dus, maar daar is hij nog een beetje te klein voor. Daar reed net oma bijna aan. Die zit daar in het huisje. Nou ja, iedereen geniet eigenlijk van de buitenlucht. En laat zijn kaartjes zien. En zijn kaartjes er inderdaad. Hij heeft hele leuke kaartjes gehad. En het is wel echt, iedereen weet wel, jazz is het thema. Boomba en diertjes. Er zijn aapie. Superleuk. Boomba. Nog meer diertjes. En nog een leuke Boomba. Ja, dus dat, zeg maar. De taart is goed gelukt. Hij staat nog in de koelkast. Hij is niet omgevallen. We hebben gisteren de kleine taartjes, zeg maar, die hebben we geproefd. Deze ook, even het schermpje omhoog klappen, dan zie ik mezelf. Makkelijker, zie je. Donker, hè? Maar deze, kleintjes, die hebben gisteren gevuld. Die waren echt heel lekker, hè? Dat is heel goed gelukt. Dus ja. Dat is de circus tent, dus dat smaakt sowieso goed. Hier hebben we natuurlijk, eten is ons leven. Garnalen gemarineerd. Ik heb snijboontjes gesneden. En hier ligt kip te ontdooien en hamburgers voor vanavond. Die gaan we lekker, dat is lekker voor morgen. En nu, ja, er komen maar twee mensen op visite, maar ik heb ook nog een kwarktaart en ga hem gewoon maken. Desnoods vriezen we alles in, maakt allemaal niet uit. Dus ik ga nog een kwarktaartje maken, terwijl dat René lekker alles buiten aan het schoonmaken is. Ja, en dan gaan we vannacht al doen eigenlijk. Ja, dat is wel leuk. Dus slingers ophangen. Hi. Er is er bijna een jarig, hoera! Hoera, we kunnen wel zien. Jessie. Jessie Silver. Wordt al twee. Twee jaar. En hij wordt eigenlijk ook, ik dacht dat hij ook slinkt. Omdat, hallo. Omdat, hij wordt maandag twee, maar morgen komt mijn moeder. Deze hebben we weer eventjes vast al gehaald. Ja, die is leuk hè? Ja. En de taart die stond nog rechtop, zag ik. Oké, okay, dat is mooi. En de kwarktaart die hebben we ook gemaakt. En die is ook goed gelukt. En die is voor zometeen. En ik heb lekker wat kip gemarineerd en garnalen. En dat is allemaal voor morgen.
Dus we gaan nog eventjes emping bakken en een potje Monopoly spelen. En dan gaan we lekker slapen. En dan is het morgen weer vroeg dag. De tuin is helemaal af, alles staat klaar. En volgens mij ben ik ontzettend donker. Helemaal klaar voor het grote feest. hele grote feest. En dat was het. Dus we gaan lekker nog wat happen. Spelletjes spelen. En morgen wordt het super lekker weer. Voor ons gevoel gewoon zomer, want we gaan van een half meter sneeuw naar bijna 20 graden. Nou, ja. Ontzettend veel zin in. Heerlijk. Ja, toch? Nou, je zit bij Scheveningen ergens in de buurt, hè. Misschien net 14, maar dan zijn we ook blij. Ja, zou het hier nog een stuk kouder blijven dan... nou ja, we gaan morgen zien. We zetten gewoon een badje op en... Nee, komt goed. Ik ga emping bakken, ja? Zou die al warm genoeg zijn? Ja, ben je een beetje thuis in de gaten? Nou, nee hoor, ik hoop denk het wel. Emping. Oeh, emping. Goedemorgen. Jessie. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Jessie. Dat vinden we alles zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Wij leven lang, hoera, hoera. Hoera, wij leven lang, hoera. Hoera, lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Hoe oud ben jij? 2 jaar. Boema. Ga Boema ook mee naar boven. Hij denkt, er is echt wat aan de hand van een gekke mens. Wat hebben we nou op ons hoofd? Hoed. Wil jij ook een hoedje? Nee. Hoed? Wil je ook met een hoed? Ja. Oké. Okay. Ja. Alsjeblieft. Ja. Papa doen? Goed zo. Daar hoort hij, hè? Voorzichtig, hè? Hoe oud is Jesse Silver? Oh, nee, joh. Oh, wat mooi! Hoe oud is Jessie Silver? 2 jaar! 2 jaar! Oma! Oh ja, nou heeft oma geen hoedje meer. 2 jaar! Oma! Kom maar dan. Oh, voorzichtig, hè? Boink! Is dat onze Jessie? Oh. Alvast voorzichtig, hè? Hou je vast. Groepen. Groepen? Groepen. Nee, wat is dat? Groepen. Ga je lopen? Ja. Oké. Lopen. Lopen dan. Groepen. Zolang oma de hoedje ophoudt, houdt hij hem ook op. Oh, zie je? Oh, wat is dat nou? Wat is dat? De Boema. Ga met Boema kijken naar de slingers. Het is een feest. Jessie Silver jarig. Wat staat daar op tafel? Oh, wow. Waar wil je bij? Moeten we hem even op de grond zetten? Cadeautje? Ja. Oké. Wat is dat dan? Maak hem maar eens open. Ik ga hem niet open kruipen. Doe maar scheuren.
Ja. Goed. Ah. Wow. 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 Scheuren. Scheuren. Trekken. Oh. Ah. Wat is dat? Wow. Wow. Oh. Dus. Tuurlijk, til jij even die fiets op. Ken je er niet bij? Ja. Weer op zitten. Oh. Wauw. Wow. Drink, drink. Heb je je eigen fiets? Dat doet hij gewoon naar zelf, hè? Ja, want oma heeft er wat nog op. Gaan we hem niet afdoen. Is die mooi, Jessie? Ben je er blij mee? Ja, mama. Ja? Wil je eraf? Wil je eraf? Ja. Oké. Okay. Mama. Mama. Ja? Mama. Moet ik fietsen? Ik denk dat die fiets dat zo leuk vindt als ik dat ga doen. Mama. Toeta! Nee? Goed zo! Gefeliciteerd, jongeman! Geef handje! Gefeliciteerd! Hier met een cadeautje. Wat is dit? Heb je die van oma? Ga maar eens ui openmaken dan. Heb je die van oma gekregen? Mama. Mama. Zal ik hem, weet je waarom die mama zegt? Nou, uiltjes. Uiltjes. Kom maar. Ja. Uilen. Uil. Wat is dat voor... Wat is dat? Goed zo. Oh. Zeg maar. Ah, zeker. Yay. Iets die wel werkt. Hopelijk. Er zitten ook andere batterijen. Ja. Hopelijk. Moet die open? Ja, dat begrijp ik. Groot gelijk. En ik zat gisteren nog te denken, zal ik hem maar weggooien, dat spel. Dan heeft hij toch niks meer aan. Maak de doos maar open met papa. Hè? Want dan moet je nog wat rijden. Ik kan wel open. Ja. 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 Dat is leuk. Met dieren. Dat vind je leuk, hè, diertjes. Welke dieren binnen kunnen vliegen? Of welke dieren kunnen vliegen? Goed zo! Nee, die kan niet vliegen. Welke vliegt er? Kan de vlinder vliegen? Denk het wel. Druk maar op de vlinder. Ja! Hartelijk gefeliciteerd met jouw verjaardag alvast. Had jij die neergezet? Eerste kus. Cadeautje. Oké, okay, nou. Wat erbij is. Wat is dat voor moois? Oeh, zegt hij. Oeh, cadeautje. Wat is dat dan? Oh-oh. Wel netjes, hè?
Ja. Oh. Dat ziet er leuk uit. Oh yeah. Wat is dat voor mijn boek? Het grote speelboek van Sophie. Kijk. Oh, kan je allemaal dingetjes voelen? Voel je. Kwak, kwak. Wat doet de eend? Ik kan je tellen. 1, 2, 3, 4. Helemaal niet eraf. Oh. Ach, laat het toch liggen. Nee, want dan gaan ze straks op de bank ook weer. Van Morten. Mocho, wat ben je aan het doen? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je ziet er heel schokkig uit, vriend, maar je houdt er echt af. Kom. Kom. Je hebt daar je mand. Nou, schat. Ja. Het staat gewoon nog overeind allemaal. Hij ziet er wel echt tof uit. Ga ik hem nu al aansteken? Ja. Oh, kijken dat de boema niet in de fik vliegt. Ja, ja, dat gaat hooguit een beetje smelten. Er is er één jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij. Dat vinden wij alle zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ja. Hiep in het piek, hoera! Hiep in het piek, hoera! Ga je blazen? Blazen. Ga je blazen? Kijk, koud. Maar grijpt hem, hè? Blazen. 1, 2, 3. Blazen. Nog blazen. Nee. Nee. Goed zo! Goed zo! Yay! Jullie moeder krijgt dus... Wie is daar? Gewoon dit. Ik heb nog een blaadje bij. Oh, oh, oh. Wie zijn dat? Hij zei dat het Boomba was. Oh, een leuke taart. Ja. Heb je dat zelf gemaakt? Ja. Dingetjes, toch? Die kraaltjes en die pakt hij nu. Ja. Wie is dat? Specky. Wie is dat? Jessie. Wie is dat? Boomba? En? Baby, ja, hoor je dat? Jam, jam. Oh, wat leuk, hè? Oh, 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 oh. Wow. 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 Oh, oh, oh. Moet hij daar een beetje handen of met de volgende? Nee, mag je met zijn handen? Als je nou de rest gaat doen. Als je nou ook je eten met je handen moet gaan slaan. Ja, een beetje. Hey, hè? Ja. Zo. Zo, wij doen van jullie. Ik ben mijn papa gewoon genoeg. Hè? Oh, zo. Klein stukje, man. Wat doe je? Kijk eens. Wil jij hier zitten? Oh, man. Ja. Je hebt Boomba's hoofd. Ja, ik heb Boomba's hoofd eraf gehaald. Ik ga eens even onze taart. Ja, ik ga je niet ervan. Dat zien we vanzelf wel. Ik weet het niet. Mag. Ja, baby! Ja! Dat was baby! Hij kijkt echt van de kant. Boom! Boom! Blij! 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 Boos! Boos! Blij! Blij! Dat is echt een groot verschil, hè? Ja.
Hoe is het erboven? Hoe is het? Gaat het goed, Jessie? Ja. Ging jij net voetballen met een vreemde jongen? Dat is leuk. Nou, je mag hier niet maken. Ja, van weg zei die jongen. Nee, laat hem maar. Hoor, mag gewoon voetballen. Ja, maar we gaan naar huis. Nou, was wel heel lief dat hij dat deed. Ja. Nam, nam. Ja. Wat een lekker weertje, schat. Geen gekke fratsen uithalen. Voor onze slaapkamer hebben we aansluiting voor de tv. Alleen op de slaapkamer van mijn schoonmoeder ligt er nu dus nog een kabel over de grond. Daarvoor ga ik gootjes aanleggen over het plafond, zodat die dus uit het zicht is. Dat moet makkelijk te doen zijn. Ik had hem graag daarboven, zeg maar, willen laten lopen. Maar dan gaat de deur niet meer dicht. Dus we gaan hem daar omhoog. En dan zo, en dan zo, en dan zo die kamer. Oh. En dan zo die kamer in. Dat moet lukken. Ik heb daarvoor mijn dremel van stal gehaald. En ik ben ontzettend blij met mijn dremel. Ander ding. Ja, dus dat gaan we doen. En dan straks even lekker eten. En Jessie is vandaag jarig, maar we hebben natuurlijk al gevierd. Dus ja, het is vandaag weinig echt festiviteit. Wel ontzettend lief dat we van John uit Limburg, geloof ik. Uit Weert, Maastricht, die kant op, ver weg. Een leuk kaartje gaan krijgen. En nog een cadeautje voor Jessie Silver zijn verjaardag. Super lief. Een van onze vaste fans van het eerste uur. En daar zijn we heel blij mee. Vinden we heel erg leuk. Dus alvast bedankt. Het is vandaag Jessie Silver zijn echte geboortedag. Alleen dan 2 jaar later. Slingers hangen er nog. En hoe leuk is het dat hij nu in de brievenbus nog een pakketje heeft gekregen. En nou hebben wij al gehoord dat hij van onze, ik mag toch wel zeggen, denk ik, grootste en langste fan is. En die is ontzettend lief geweest om een kaartje en een cadeautje op te sturen voor Jessie Silver. Dus we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd wat erin zit. Jessie Silver, kijk eens. Wat zit daarin? Kom eens, kom! Oh, ik hoop niet dat het breekbaar is. Leg maar op de... Hey, schatje, leg maar op de bank. Wat is het? Oh, kijk eens. Die John die kent jou heel goed. Ja, die John kent jou heel goed. Dat is leuk. Oh. Dat is, het is de Moomba Mega Puzzel. Nou, dat is gaaf. Nou, als het maar Boomba is, hè? Ja, dat mag ook. Die John die kent jou wel, hè? Papa? Ja, ook wel. Zou het John of John zijn? Ik weet niet, maar ik heb een keer J-H-O-N geschreven. Ja, jij bent helemaal bijzonder. Dat was toen hij dat shirtje had gewonnen. Ja. Dat erop schreef. Aandrukken. Ja. Oh. Goed zo. Applaus. Goed zo. Applaus. Kom hier. Gewoon simpele dingen als. Kom hier. Oh. Nou. Kom maar zwaaien naar John. Kom maar zwaaien. Dankjewel, John. Nou, zullen we maar gelijk afsluiten, denk ik, hè? Ja, lijkt me inderdaad wel een prima plan. Zo, Jimmy is ook verder straat te vinden. Mensen die over het vaccin. Ja, maar ik heb het.
Ik ga nog even lekker bezig met de kamergootjes. Ik laat je in de volgende vlog zien of het gelukt is allemaal. En Ingers gaan er ook weer afvragen. En dan is morgen weer gewoon werken. Vrij weekend. Oh jee, boemba. Wij gaan een persconferentie kijken. Voel je dan niet goed? Laat je omhoog. Vergeet niet te abonneren en belletje aan te zetten. Ciao, 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 ci